Ik kreeg vandaag deze mail en ik heb er gisteren ook zo eentje gehad. Dit noemen ze een phishing mail. De verstuurder wil graag dat je op de link klikt, zodat hij toegang krijgt tot je computer, zeg maar. Dit mailtje is nep. Meestal krijg je dit soort mailtjes in het Engels, maar ik wou iedereen er toch even op attent maken. Mocht je zo'n mailtje zijn, klik niet op de link, verwijder gewoon.